gaat ongeveer 2,5 jaar duren, is mij verteld. Ja. Voordat fase 2 ook wordt opgeleverd. Ja, inderdaad. Dus tot die tijd moeten we nog even... Even geduld hebben. Even geduld hebben en doorbijten. Ja, want ja, dat, hoe is dat met de klandizie? Want het is een beetje, ja, er staat wel wat, maar het is natuurlijk nog niet helemaal af. Wat je ziet is dat de plannen toch nog niet gerealiseerd konden worden door verschillende omstandigheden. Daar heeft corona zeker ook zijn bijdrage aan geleverd. In een badplaats heb je een bepaalde dynamiek nodig, waarbij dus ook restaurants horen die aan de boulevard geopend zijn. Ja. Mensen gaan 's avonds graag naar het strand, naar de boulevard om een hapje te eten. Ja. Nou, die restaurants zijn er nu nog niet. Dat is een jaar vertraagd vooralsnog. En daardoor mis je de dynamiek, met name ook op de avondverkopen, zeg maar. Want zomers draaien gewoon 's avonds de mensen die naar het strand gaan, de mensen die een hapje willen gaan eten. Ja. Nou, die zijn er nu niet, omdat het aanbod er niet is. Word je daar een beetje voor gecompenseerd op een bepaalde manier? Of, Nou, dan zijn wij over in gesprek. Ja. En nou ja, goed, daar heb ik de uitkomst nog niet over. Okay. Maar volgens mij is bij de eigenaar wel ook het inzicht dat het niet zo is zoals het was afgesproken, zeg maar. Precies, hè? Ja. Dus ik heb nu rechtstreeks met de eigenaar te maken. Ja. En of de oorzaak ergens anders ligt, hè? Waarbij de gemeente natuurlijk ook een hele belangrijke rol speelt, hè? Ja. In deze vertraging. Ja, wat is die rol van de gemeente? Nou, als we achter u kijken, dan zie je dus een tijdelijke inrit van de parkeergarage. Ja. En die hoort eigenlijk in de middenberm als je Kijkduin op komt rijden. Dit heeft allemaal te maken met een stukje grond van Atlantic Hotel, wat de gemeente nog niet heeft kunnen aankopen. Daar zat dus 1,5-2 jaar vertraging op. Okay, ja. Mijn inziens is de gemeente er ook behoorlijk slordig in geweest, in de hele procedure. En daar zijn wij ook een beetje de dupe van geworden. Ja. En natuurlijk uiteindelijk ook de ondernemingen die er nog aan zitten te komen. Ja. Dus dat is jammer en dat heeft heel veel schade opgeleverd. Ja, precies. Want u zit nu met deze situatie omdat de rest niet juist, op de grond komt. Juist. Wij draaien al 37 jaar op vaste klanten, dus we hebben een grote klantengroep opgebouwd. Ja. Je ziet ook dat je ook mede door corona ook klanten bent verloren. Mm-hmm. Maar ook door de, zeg maar, de periode die hiervoor lag met verbouwing, lege panden. Dat mensen zoiets hebben van, nou ja, blijf nog maar even weg. Ja, precies. En die moet je nu weer zien te enthousiasmeren. Ja. Want het product wat hier is geleverd is fantastisch. Daar ben je wel blij mee. Ja, tuurlijk. De architectuur, de uitstraling. Ik denk echt dat dit de mooiste badplaats van Nederland wordt.